Maar misschien is het beste er wat af, bij Power ook. Van der Poel. Die zijn groot hart laat spreken en toch ook nog eens mee op kop komt. Maar zo fris lijkt hij ook niet. Sergeant. Die blijft altijd sierlijk pedaleren, ook als hij kapot zit. Ja, er zijn er velen die op het tandvlees zitten nu. Maar Krieke de Jong is ongelooflijk sterk vandaag. Zoals die keer toen hij wereldkampioen werd en nu een demarrage van der Aarden. Maar Kelly reageert. Op het scherp van de snee nu. Peters daar ook. Van der Aarden gaat. Maar Kelly zit al in zijn wiel. Laat zijn rivaal niet vertrekken. En ook Ludo Peters probeert aan te sluiten. Gaat Kelly aflossen? Ja, dat doet hij. Van der Aarden dringt niet meer aan. Kelly dan. 1 minuut en 5 seconden voorsprong voor Claude Krieke de Jong. Claude Krieke de Jong heeft dus gewonnen spel. Een Waal die de Ronde van Vlaanderen wint. Claude Krieke de Jong, laatste rechte lijn, nog 600 meter op weg naar de zege. Claude Krieke de Jong, verdient en schitterend winnaar van de 71ste Ronde van Vlaanderen. Daar komt hij als winnaar over de streep, met een voorsprong dus die ongeveer 1 minuut zal bedragen. Claude Krieke de Jong. En daar zijn dan de achtervolgers. Alan Piper op kop voor Rooks. Kelly dan in derde positie. Bauer zien we er ook rechts van de weg. Van der Aarden centraal. Bauer en Rooks trekken zich op gang. Kelly ook. Van der Aarden. Die meegaat in het wiel van Kelly. Nog altijd Rooks. Van der Aarden die meegaat in het wiel van Kelly. En de sprint nu op volle gang. Kelly van der Aarden duelleren voor de tweede plaats. En het is Sean Kelly, dacht ik, die het haalt voor Erik van der Aarden. Bauer, Sergeant, Rooks, Van der Poel, Peters.